De Verenigde Staten willen bijdrage leveren aan de economische groei van Suriname. Dit haalde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo gisteren aan tijdens een persconferentie gedurende zijn kort werkbezoek aan ons land. Pompeo zag dat met de keuze die het Surinaams volk in mei heeft gemaakt, zij voor democratie en weg en recht heeft gekozen. Hieruit kunnen veel positieve zaken uitvloeien, zoals een potentiële economische groei in Suriname. De VS is volgens Pompeo enthousiast om daar een bijdrage aan te leveren. Zo wil de VS ervoor zorgen dat de Surinaamse economische groei duurzaam is en dat het de totale samenleving ten goede komt. De bijdrage van de VS moet volgens de Amerikaanse minister ook ervoor zorgen dat de relatie tussen de twee landen verbeterd wordt. And we know too that the private sector is the best engine of economic growth. Nothing beats free enterprise for making lives better for people all across the world. That holds true for Suriname. No state-owned operation can beat the quality of the products and services of American private companies. They operate with the highest standards of accountability and transparency. All they ask for is a level playing field and clear rules of the road. And the president and I discussed that today. President Chan Sanduki haalde aan dat de focus tijdens het gesprek met Pompeo gericht was op het versterken van de bilaterale relatie tussen de beide landen. Het bezoek had volgens hem niets te maken met mogelijke ondersteuning aan Amerika in zaken het Amerikaans-Venezolaans vraagstuk. We are aware of the challenges in the Bolivarian Republic of Venezuela and the government of the Republic of Suriname is of the view that the political leaders in Venezuela have to principally resolve their internal matters. Important principles of my government in this regard are democracy, democratic institutions, rule of law, good governance, human rights, as well as maintaining peace and security. And we will contribute to the dialogue and the work with all like-minded partners to ensure that the democratic rights of all the Venezuelan people are enjoyed. President Chandrika Prasad Santokhi. Hij sprak gisteren tijdens een persconferentie met Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo. Hij bracht Suriname een kort werkbezoek ter versterking van de bilaterale relatie met de VS.